Ja mensen, we gaan er vandaag weer met gestrekt been in voor het nieuw Glamorama journaal. Feiten over de sterren. Ja, zoals aangekondigd, het interview van Arie Boomsma met Geraldine Kemper. En al snel blijkt dat Geraldine met iets zit. Weet je waar ik bijvoorbeeld heel onzeker over ben? Nou? Mijn bovenarmen. Ah, kijk dat onzekere koppie nou. Dat is niet goed, hè? Ja, en wat moet je dan doen als man? Zeggen dat het belachelijk is. Toch? Nee. Arie gaat er gewoon in mee. Ja? Maar wat vind je er niet goed aan dan? Ja, ik vind ze te dik. Vergeleken bij de rest. Ja, Arie snapt het wel. Vergeleken bij de rest van dat magere lijfje van Geraldine, zijn het inderdaad behoorlijk vette armen. Hoe zouden ze eruit moeten zien? Voor jou? Ja, heel erg. Ik heb ooit meegedaan aan Expeditie Robinson, toen had ik 4 weken niet gegeten. Toen vond ik mijn armen wel mooi. Het is zo raar wat je hoofd doet. Ik was echt ongezond dun toen. Maar toch, als ik foto's terugzie, denk ik, jeetje, wat een mooie bovenarmen. Ja, u hoort het goed. Geraldine vond haar armen mooi nadat ze 4 weken niet of nauwelijks gegeten had. Nu gaat Arie toch wel ingrijpen. Mondjesmaat, mondjesmaat. Ja. Ben je wel eens thuis bang ook dat dan jongere meisjes naar jou opkijken en denken, oh, dat moet ik dan ook. Die dunne bovenarmen, dat is goed, want dit wil Geraldine ook. Die dunne bovenarmen, dat is goed, want dit wil Geraldine ook. Ja, inderdaad. Hij zegt het, dat meisjes dunne armen willen. Want ze heeft nu namelijk vatsige armen. Geraldientje gaat nog onzekerder naar huis dan dat ze daarvoor was. Oei. Ja, nu we toch in die sportschool zijn. Weet u nog, die buurman die geklaagd had over de geluidsoverlast, nu ondervindt hij het zelf. Ik ben niet tevreden van me en zij zijn wel een beetje hetzelfde. Ik heb hem ontmoet een keer. Ja, dat klopt ja. Ja, dat is heel leuk. Wat is hij groot? Nee, natuurlijk vindt ze het af en toe lastig. Nou, mijn moeder is nooit echt zeg maar zo erop aangesproken door de media. Maar... Kijk nou, Arie hoeft maar even om te draaien en het kan in één keer wel zachter. Vreselijk. Emiel Raterband, dat kan je helemaal niet betalen. Business class. Ja, en waar ging die reis dan naartoe? Hè? Poseur! Vandaag mag Sheila het journaal wegzingen. Ze zingt het nummer Ik wil gaan leven. Ja, Sheila, dat moet je allemaal zelf doen, hè? Daar kunnen wij je niet bij helpen. Bedankt voor het kijken en zeer waarschijnlijk zien we u morgen weer. Dag allemaal! Want dat was een spel en al mijn liefde doofde. Het deed me pijn, want jouw liefde was niet echt. Vaak genoeg geprobeerd, met telkens weer bezit. Nee, ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik wil nu eindelijk eens gaan leven.